Jasper ze zelf gemaakte dessert. Jawel, drop ze. We gaan nu proeven. Cheers! Proost. Cheers! Proost! Proost. De man is jarig. Riejanne Markus, she comes from a cycling family. Her sister is part of the Parkhotel Valkenburg team, Femke Markus. Gaan we, podiumceremonie. Ja, wat een... Is the attack by Riejanne Markus. Ja! Ga staan! Ga staan! Nee! Ga staan! Nee! Zo, twee plaatselijke omloopjes op het WK-parcours zitten erop. 1. En voel je benen. Goed. Rood je het wiel? Helemaal niet. Kop ging het even niet zo lekker weer, maar in het wiel... Ja, het is echt wel zwaar hier al. Het is natuurlijk dag 4. Nou, vandaag is het niet zo heel lastig. Redelijk verrot. Ja. Nice. Ja, twee. Eerst. We zijn terug in Nederland en we zijn op bezoek bij Amy en Steve. En het is 20:30. Nee, 8 uur denk ik. Nee, 8:45. Oh, 8:45. Oh. Jetlag. Ik zal lang voor de opgaan. Nee. Maar we komen hier aan en er staat tomatensoepje klaar, lasagne, stokbroodje, pizza, salade. Steve, kom eens achter die koelkast vandaan. Nee, wat denk je van mijn toetje? Chefkok. 30 seconden, 750 watt. Dat gaat je maar net lukken. Dat moet zeker lukken. Wat gaat jullie voor kunnen uit? Jasper ze zelf gemaakte dessert. Nou, deze taak die krijg je dus ook. Hey, ik ben al de hele middag mee bezig, hè? Filmpjes maken, oven aanzetten, voorbereidingen, papiertjes schrijven. Wij hebben echt gewoon serieus een gaatje gelaten voor een toetje. Die komt er nu aan. Die komt er aan. Hoeveel was het nou? 45 seconden. Het is tijd om de verjaardag te vieren van deze jongen. Jan, hoe oud ben je geworden? 25. 25? Ah, nee. Oh nee, 29. Ik ben nog niet jarig, hè? Vrijdag is het jarig, maar we vieren vanavond de verjaardag. Kijk. Wat is je liefde? Ik heb mezelf een cadeautje gegeven. Zelf een cadeautje gegeven, ja? Jasper staat erop. Mooi, Custom Hockeloon Socks. En wat is je lievelingstaart? Rijstflaai met slagroom. Nou, wat heeft Rietje gehaald voor de jongen? Appelkruimel, rijstflaai en hazelnoot schuimgebak. Op naar de visite. De eerste twee die zitten er al. Trouwe Vins. Kom maar even voor de taart hoor. Over de tijd. Taart en het eten. Kom maar even om te eten. Oké, Jas heeft in Girona een wedstrijd gereden en daar heeft hij deze fles gewonnen. Geen idee wat het is? Jawel, drop ze. We gaan nu proeven. Nou. Hoppakee. Cheers. Proost. Cheers. Proost. Lekker? Ja. Het is lekker erop, ja. Het is erop, joh. Lekker. Cola erachteraan. Ja, gelijk even wegspelen. Het is vrijdag 10 mei en... De man is jarig. Kijk, ik heb ballonnen liggen. En ik ga er vandoor. Spullen gepakt. Fijne verjaardag, Jas. Gezellig. Oh. Zorg goed voor jezelf vandaag. Ja. Koop een taartje ergens. Oh, zijn die maaltijdsalades. Ja. We zijn onderweg naar Luxemburg. Proloogje vanavond. Fingers crossed. We zijn aangekomen in Luxemburg. Daar is de start van de wedstrijd. Ik ga zo meteen even kennen. Tijdritfietsjes worden klaargemaakt. Taxi worden klaargezet. 3 uur van tevoren. Ik heb net mijn lunch op, rijst, rijstpapje gemaakt. En ik ga zo meteen parcoursvakken aan en een warm-up doen. Dan is het er. Riejanne Markus, she comes from a cycling family. Her sister is part of the Parkhotel Valkenburg team, Femke Markus. I think she's riding in China at the moment. So her boyfriend is a mountain biker slash road racer. He has got his own sock brand. Really? Yes. Really? But she's wearing Aero socks at the moment, so I don't know if they are the brand of Jasper. Ik ben gefinist, ik sta momenteel tweede. Het duurt nog 24 minuten, dus het is nog even fingers crossed. Er komen nog een paar goede meiden. Maar ja, ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Het probleem met de proloog is dat het altijd echt pijn voelt. Je voelt alleen maar pijn en je denkt shit, ik ga niet hard genoeg. Ik heb lekker een repje meegenomen, dus ik ga even lekker avondeten. En hier zijn de laatste meiden aan het opwarmen. Nog even wachten. Derde! Wat een podium! Dan gaan we, podiumceremonie! Onze warm-up bestaat vandaag uit Polish Disco! Aga, kan je wel zo zingen? Lekker hoor. Komt niet goed, hè? Nee, het lijkt wel gras. Het zit erop. Eve. Ja, oh nee! We gingen. Eerst was er een grote omloop, daar zat een lange klim in. Toen heeft Eve me echt zo perfect van voor afgezet. Toen was ik al blij. Toen gingen we een plaatselijke rondjes op, 5 rondjes. Nog meer regen. Hebben we nog meer regen gekregen, we zijn echt compleet verzopen vandaag. Toen de laatste ronde, voor de laatste klim, sprong er een groepje weg en daar zat Marta bij. En die kreeg meer dan 50 seconden meteen. Dat was eigenlijk best wel een lekkere situatie. Ja. Ik kon Marta wegblijven en die heeft gewonnen. Goeiedag. Goeiedag. Goed overleefd en ik kijk uit naar morgen. Ja, morgen is het nog zwaarder, hè? Nieuwe ronde, nieuwe kans en zonnetje. Oelala, wat heb jij nou voor lekkers op je bord liggen? Een droge rijst en een droge kip. Wat heb je vanmiddag gegeten? Droge pasta. Een culinair voorstel. En gisteravond? Droge rijst. Met droge kip. Variatie op en top in Luxemburg. Maar ja, we hebben wel weer lekker gegeten. Goedemorgen. De Fancy Life op het cyclist. Op de parking. De beentjes spinnen. En hoe voelen ze Eve? Is het in de eerste minuut? En door. To Italy, and this is the attack by Riejanne Markus, is the former national mountain bike champion of the Netherlands, Jasper Hockeloon. He is also in charge of the Versnellen, versnellen, kom op! Oh, and it's coming down now. It's just the weight of numbers coming up to this left-hand turn here, turning from the crosswind and into the headwind towards the final. 2.2 kilometers to go. Gap is 7 seconds. The bike, I imagine, was there. You go. The bike's coming out. Doesn't want to give any slipstream towards the peloton that are chasing her down. But this is tight. This is a close and dramatic finish to this three-day race. Tries to get herself as narrow as possible on a road bike, going down right in between So we only have a motorbike with Riejanne and a motorbike behind the peloton. But it looks like FDJ are working for the chances of Emilia Farnet. But it still does not get 1.6 kilometres. This is an intriguing finish. I'm really quite enjoying this here. I am indeed, because I absolutely adore a gutsy attack. And that is exactly what Riejanne Markus is doing here. She has got her aero helmet on. So that was some good thinking this morning, and she's going towards that last kilometre. But the Parkhotel girls have come to the front now, and also Lisa Brennau is there. But of course, the WT is Demi following, just a few wheels back behind her. She's on the wheel of. Ja, nu valt het even stil. Goed zo. Kom op, Rie, kom op, Rie, kom op, Rie, kom op! I can't see where this is going to be incredibly tight. 300 metres. Is she going to win the stage? And is she going? They're coming around. It's been opened there. Brennau's coming through. Right hand side of the road. Coming through. Heartbreak for Riejanne Markus, but Brennau wins it and she takes the overall. I saw Ik ben aangekomen thuis en we gaan even kijken wat ze ervan vinden. Vandaag allemaal is gebeurd. Hey! We zijn trots op je. Ben je trots? Oh ja. Yeah! Toppertje! Hey! Ben je trots op mijn pap? Ja, 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 zeker. Net niet. Zeker en vast. Het begint al hard op een markt.